Johan Dane van Groen zit bij mij in de studio. Welkom. U bent teleurgesteld in het antwoord van de minister. Waarom is dat? Ja, klopt. Rond het asbestplan heeft de berg sowieso een muis gebaard. En nu blijkt dat die muis ook heel weinig krachtdadig is. Ik bedoel daar het volgende mee. Er is altijd gezegd dat eigenlijk alle inwoners van Vlaanderen, op het moment dat ze een afbraakwerk doen bij hun thuis met asbestafval wat eruit komt, dat men dat zou kunnen laten ophalen door de afvalintercommunale. Nu blijkt dat maar 1 op 4 van de Vlamingen dat kan doen. En na het einde van dit jaar toe de helft. Nu, dat is ruim onvoldoende. 100% betaalt belastingen, dus 100% van de Vlamingen zou moeten kunnen gebruik maken van die dienstverlening. En dus de regering had, hij had anders moeten communiceren, de minister? Ja, of alleszins voldoende geld voorzien om ervoor te zorgen dat iedereen mee in bad komt. Want wat zouden we van vinden, moest de helft van de Vlamingen kunnen gebruik maken van energiepremies bijvoorbeeld? Dat zou niemand accepteren. En hier wordt dat blijkbaar wel gedaan. Ik vind dat echt niet kunnen. Ja, en waarom moet het sneller gaan volgens u? Of heeft het juist enkel met dat principe te maken dat het er moet zijn voor alle Vlamingen? Ja, rond asbest heerst een valschil van veiligheid. Hè. Dus het is zo dat er steeds nieuwe problemen opduiken rond asbest. Dus we moeten dat probleem echt wel krachtdadig aanpakken. En wat stel ik vast? Momenteel is het zo als mensen zelf een klusje knappen waar asbest bij te pas komt. Ze breken een tuinberg ook af of weet ik veel. Ja, dan gebeurt het vaak in niet optimale omstandigheden. Hè. Vaak heeft men niet de juiste beschermingsmiddelen. Dan wordt het vaak in de koffer van een auto gestoken, wat eigenlijk niet zou mogen. Of in een aanhangwagentje gestoken, wordt naar een containerpark gereden en daar wordt het dan in zo'n container gegooid. Allemaal handelingen die telkens nieuwe risico's met zich meebrengen. De bedoeling van de maatregel asbestafval ophalen aan huis is nu net om de risico's zo klein mogelijk te houden. Dat wil dus zeggen, je breekt het af, je krijgt wel de beschermingskledij en het mondmasker. Die kledij en zo doe je mee in de container samen met het asbestafval. Dat wordt dan opgehaald, dat eigenlijk de mogelijke risico's zo klein mogelijk worden gehouden. En daar zou iedereen moeten kunnen gaan gebruik maken. Maar zijn wij allemaal echt wel op de hoogte waar asbest in zit? Ik zou niet weten waar er asbest in zou zitten, mocht ik mijn tuinhuis of iets anders afbreken? Ja, veel te weinig, denk ik. Hè. Dus daar moet zeker ook een communicatiecampagne aan gekoppeld worden. Maar ik denk dat dat perfect mogelijk is. Als je als overheid zegt van, kijk burgers, we helpen u om je van je afval, om van je asbestafval af te helpen, dan kan je daar een communicatiecampagne aan koppelen. Hè, waarin je zegt van wat er kan en wat er niet kan. Want ook niet alle handelingen mag je als particulier doen, maar de eenvoudige handelingen kan je wel doen als je tenminste de juiste beschermingsmaatregelen neemt. Voilà, en dat kan ophalen. Dat zou voor heel grote winst kunnen zorgen. Ik bedoel, maatschappelijke winst, milieuwinst, gezondheidswinst. En ik vind dat de overheid daar veel te weinig in investeert. Dus ik vind dat eerst Joke Schouwvliegen, maar nu de minister van den Heuvel, heel erg tekort schiet. Ja, maar er zijn twee varianten, zei de minister. Er zijn kleine varianten en men kan ook grote hoeveelheden asbest laten ophalen. Maar zijn doorsnee mensen, en dus eigenlijk is dat opnieuw dezelfde vraag, zijn doorsnee mensen voldoende in staat om onderscheid te maken tussen asbestvezels die stevig verankerd zitten en ongebonden asbest? Ja, we hebben met Groen een resolutie rond asbest ingediend een paar maanden geleden, waarin we onder andere daarin stond dat mensen eigenlijk gratis een screening zouden kunnen aanvragen. Dus als je twijfelt als particulier, dat je eigenlijk aan een loket terecht kunt en kan vragen van kijk, kan hier een screening gebeuren? En dan weet je wat er aan de hand is. Moet dat hier dan ook niet bij in? Dat zou moeten gebeuren, maar het is wel zo, er zijn labo's die voor een relatief beperkte prijs, ik denk tussen de 50 en de 100 euro, wel analyses doen en dan weet je wat er aan de hand is. Ja. Dus dat lijkt een grote kost. Maar natuurlijk, als je daarmee je gezondheid niet op het spel zet, is dat misschien wel te verantwoorden. Maar daarom, wij hadden graag gehad dat de overheid het voor zijn rekening nam. Omdat, kijk, de overheid heeft mee gezorgd voor de problemen, want men wist al heel lang dat asbest een probleem was. Pas heel laat heeft de overheid eigenlijk ingegrepen. Dus ik vind dat de overheid mee moet zorgen voor de oplossing. Ja. Dus en voor de analyse, en voor de staalname, en ook voor het afvoeren van het want product. Die screening, u zegt tussen 50 en 100 euro, dat is voor sommige mensen toch nog altijd wel de slok op de borrel. Absoluut. Daarom ook dat in onze resolutie stond dat mensen dat gratis zouden moeten. Want klopt inderdaad dat mensen die geld genoeg hebben, die zeggen van ik doe dat wel, want dat is dat waar. Maar als je natuurlijk een beperkt budget hebt, dan gaat dat misschien daarop inschieten. Of je hebt geen tijd of geen goesting. Dat kan ook wel zijn dat men zegt van kijk, we gaan er vandaag doen, dat klusje doen. Dat kot afbreken. Zit er asbest in? Oh, vergeet het te testen. We doen het maar. Ja, dat soort dingen zouden niet mogen gebeuren. Dus daarom ook dat het evident is dat de overheid meezorgt voor de oplossing zijnde gratis screening en ook het ophalen. En net rond dat ophalen is er ook een probleem. Dus dat hele asbestplan is wat mij betreft een slag in het water. Er zitten een aantal goede elementen in.
Maar die beperkte goede elementen die erin zaten, worden ook maar half uitgevoerd. Ja. Dus wat dat betreft kan het anders en beter. Het probleem zit bij de ophaling. Wat bedoelt u dan precies? Heeft u het dan opnieuw over dat nog niet iedereen het kan laten ophalen? Ja, daar heb ik het vooral over. Hè. Nu, er zijn natuurlijk nog andere problemen die erbij komen. Zoals? Kijk, want als je bijvoorbeeld een grote dak hebt, ja, dat kan je zelf moeilijk gaan saneren. Dus dan moet je met externe aannemers werken. Maar ik heb het net over relatief kleine werkjes. Dus een tuinhuisje of een kippenkot of weet ik veel, waar een asbestdak op ligt. Als je de juiste voorzorgen neemt, kan je als particulier dat zelf mee aan de slag gaan. Ik zeg net, dan moet de overheid zorgen ook voor, en dat doet ze ook in de helft van de gevallen, voor beschermingskledijen, voor beschermingsmaskers, maar ook voor het ophalen, dat het risico voor de burger zelf zo klein mogelijk is. Maar nogmaals, het is jammer dat men dat niet over heel Vlaanderen uitrolt. Dat zal er misschien ooit wel van komen, maar het had er lang moeten zijn. Ja. In 2014 stond het in het regeerakkoord. Nu pas in 2019 worden de eerste stapjes gezet. En dat is voor ons veel te weinig, veel te licht, veel te laat. Dan bent u ook niet tevreden, allicht met het antwoord van de minister, dat hij zegt dat hij samen gaat zitten met OVAM om ervoor te zorgen dat dat plan sneller kan uitgerold worden? Het plan om op te halen? Ja, het klassieke antwoord van politici is steeds van ja, we gaan het onderzoeken of we gaan nog eens bekijken of we gaan nog eens samen zitten. Dat had al lang moeten gebeurd zijn. Ik vind het onaanvaardbaar dat 50%, nu is het nog 3/4 van de Vlamingen, op dit moment niet kan gebruik maken van de dienst. Iedereen betaalt de belasting, dus iedereen zou daar moeten kunnen van gebruik maken. En zijn de inwoners eigenlijk voldoende op de hoogte van zo'n mogelijkheid en lokale besturen? Dat het kan worden opgehaald? Ja, ik denk veel te weinig. Hè. Maar daarom zou en OVAM en de lokale overheid en de afvalintercommunale moeten samenwerken om daar een plan rond uit te werken. En dat gebeurt wel hier of daar. Maar nogmaals, het valt en staat een beetje met of die afvalintercommunale of de lokale overheid dat wil doen. Maar nee, we moeten als Vlaamse overheid zeggen van kijk, dat moet gewoon gebeuren. Iedereen moet er kunnen van gebruik maken. Ja. Net zoals iedereen kan gebruik maken van energiepremies, moet ook iedereen kunnen gebruik maken van die dienst. En daar zal ik alleszins voor vechten de komende maanden. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.